Een aantal jonge springruiters die geselecteerd zijn voor het Rabo Talentenplan zijn in het Limburgse Baarlo bij elkaar gekomen voor een eerste Rabo regiotraining. De talenten krijgen in Baarlo les van bondscoach springen bij ponyruiters en children Luc Steegs. Nou, ik denk dat die trainingen heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de ruiters. Ook om te kijken dat om de eigen trainer tekort te doen, maar om een aanvulling te zijn op de eigen training. Een aanvulling te zijn om te zeggen van, daar hebben de kinderen wat aan. In overleg met de trainer, dat we daar een stappen voorwas krijgen. Dat we dadelijk jeugd hebben, die ook op seniorenniveau straks zich kunnen gaan presteren. Wat denk je nou van op te steken? Ja, gewoon beter leren rijden, gewoon meer controle, gewoon nog preciezer alles, de puntje op de i te zetten, zeg maar. Ik denk dat hier kom je mee hoger op. Je krijgt nog van iemand anders meer aandachtspunten waar je op kunt letten. Ik denk dat je nog veel meer van kunt leren. Hoe sterk is een pony? Hoe sterk is die van voren altijd? Hij is net zo sterk als dat jij hem vasthoudt. Ik vind heel specifiek dat ik mensen leer nadenken over wat ze aan het doen zijn op de pony. Want dat is straks het belangrijkste. Ze kunnen wel los zijn, ze kunnen wel rijden. Ze hebben een gemak van over de hindernis rijden. Maar wat gebeurt er eigenlijk en wat zou je als volgende stap kunnen doen om een stap beter te krijgen? Ja, hij heeft me echt wel aan het denken gezet en stelt vragen. Dat is wel nieuw voor mij, dat ik echt moet nadenken over hoe ik het doe, wat ik moet doen. Je moest heel erg nadenken over wat je doet en dat is wel goed. Dat je erover na moet denken, want dat je niet zomaar iets gaat doen. Nou, jij hebt een redelijke jonge pony. Merk je nou ook als hoe Luc traint dat de pony er ook anders op reageert? Ja, hij is wel rustiger in zijn mond en alles. En hij is makkelijker en rustiger te rijden. Maar dan is het aan jou wel belangrijk om in het begin met de dressuur te zeggen van, als ik dan weerstand doe bieden, dan moet hij wel op die weerstand biedende teugel ontspanning gaan doen. En niet dat te veel teken in blijft lopen. Ja? Je rijdt nu samen met je zus hier in de bak. Ja. Is een rivaliteit of trekken jullie elkaar heel erg mee? Hoe zit dat? Nou, je kijkt natuurlijk wel naar elkaar, hoe je dat doet. En ja, je kan er altijd wat van opsteken. Kijk, als Babette bijvoorbeeld fouten maakt, dan kun jij na gaan denken van hoe kan ik dat anders doen. En dan, ja, als ik dat dan weer beter doe, kan Babette alweer na gaan kijken. Heb je een doel? Ja, ik wil natuurlijk wel op hoog niveau proberen te komen, nog hoger als dan nu. En ja, wat ik wil bereiken, toch wel zo mooi zijn als ik bijvoorbeeld een EK of zo de kans zou krijgen om dat te kunnen rijden. En Luc gaat je daarbij helpen? Ja, dat denk ik wel, als het goed is. Goed, doe maar even draven weer. Even draven.